Hallo dames en heren, welkom bij Doe Maar Een Gamen. Vandaag gaan wij het spel Cat Mario spelen. Een heel irritant, frustrerend spel die ik zelf nog nooit heb gespeeld, maar waar ik wel veel van heb gehoord en daarom ga ik het nu ook spelen. Ik heb deze website net gevonden, je hoeft er gelukkig niks voor te downloaden. En dit is de eerste keer dat ik het ga doen. Nee, gewoon serieus, dit is de eerste keer. En ik weet niet wat ik nou moet aanklikken. Ik heb het idee dat dit start is en dit iets anders. Omdat meestal... Ja, oké. Ja, dan wordt het deze. Oké, dan. Oké, je loopt met de pijltjes toets. Kut, je kunt niet lopen met W-A-D-S. Shit. Helemaal niks? Oké, ik kan dit. Ik ga deze shit halen. Wat is dat? Oh, die hoort niet bij mij of hoort die wel bij mij? Kan ik dat pakken of... Is dat juist niet goed? Oh, dit is echt niet fijn. What the fuck? Wat de fuck kwam die er opeens precies uit toen ik erbij kwam? Oké, dat is gewoon fucking naaiend. Kom hier. Ik ben niet goed in dit spel. Oh, wat hadden jullie niet verwacht, hè, flikkers? Ik heb echt idee dat er nu wat gaat gebeuren. Kan ik die pakken? Ja. Ja, serieus, jongen. Flikker op, joh. Wat is dit? Het is een paddenstoel. Dan ga je toch verder dat je die kan pakken als je Mario hebt gespeeld vroeger ooit een keer. Dan weet je toch dat dat... Oké. Daar komt nu een blokje. Ah, nooit! Fuck you, man. What the fuck, man? Wat is dit? Min 1. Kom op, nu. Oké, nog een keer. Oké. Mannetje. Blokje, is het hier? Hier is het blokje. Ah, hoe de fuck moet je... Oké, ik ga nu onthouden dat hij daar zit. Ik ga er overheen springen. Let maar op. Flikkers. Oké, overnieuw. Dan gaat hij. Springen. Oh, kijk uit. Ik maak jou... God. Nog een keertje. Min 3, maar dat boeit me geen ene fucking... Oké, daar gaan we. Oké, dit kan nog. Hier is niks aan de hand. Hier komt een mannetje. Hier is ook nog niks aan de hand, maar dat komt hier. Oké, ik heb het gehaald. Yes. Oké, die kan ik pakken, dat weet ik. Oké, dat kon ik gewoon... What the fuck is dit, man? Dat is toch... Dat gaat toch echt helemaal nergens over? What the fuck? Oké, nog een keertje. Oké, nu weet ik het. Nu weet... Oké, dat ging bijna verkeerd. Oké, hier... Hier kun je gewoon... Oké, ja. Die gaat vallen. Die gaat vallen. Ja, yes! Ik heb het fucking dingetje gepakt. Ik weet niet waar dat dingetje voor staat, maar ik denk dat dat een punt is waar je dan weer respawns, als ik dat even noem. Ah, fuck dit, man. Wat is dit? God, jongen. What the fuck, man. Dit is echt een vreselijk spel, maar toch blijf ik doorgaan. Oké, nog een keer. Deze gaat vallen. Hier. Dat wist ik even, hè. Oh! Oh, fuck. Fuck, man. Kan ik... Ik wil dood. Kun je niet game overgaan of zo? Min 6. Het staat echt helemaal nergens op. Maar oké. Nu weet ik dat... Ah, waarom? Waarom doe ik het dan nog een keer? Oké, nu weet ik waar je zit. Ga eens dood. Oké, nu weet ik waar die zit en nu gebeurt die fout niet nog een keer. Want als het nog een keer gebeurt, dan ga ik denken dat ik gewoon een downie ben. Want dat klopt niet. Oké, ik kan dit. Hier zat hij, hè? Hier zat hij. Ah! Wat is dit? Ik vergeet het telkens. Oké, nu weet ik het. Nu weet ik het en nu gaat het lukken. Oké. Nu gaat het gewoon fucking lukken. Ik voel het. Oké, hier is niks. Nu... Spring ik naar de overkant. Zo. Oké. Ik heb het idee dat er nu weer wat gaat gebeuren wat ik niet leuk vind, maar... Fuck man, dat is toch een wolk? Hoe de fuck kan ik daar doorgaan? Wat dat... Oké, nu weet ik tenminste hoe die werkt. Hier, kom je? Oké, hier zit die trap. Dus, er zit hier een blokje. Die kan ik. Oké. Daar zit die wolk. Die wordt gemeen. Oh, wat
is dit, man? Oké, nog een keer. Die moet ik dus ontwijken. Nu weet ik het. Nu ken ik het spel uit mijn hoofd. Ik begin hier. Helemaal niks aan de hand. Blokje. Spring ik op. Overheen. Boze wolk. En hier. Waar zijn ze dan? Yes, ik heb het gehaald. Fuck man, what the fuck? What the fuck? Ik heb het gehaald. Fucking, wat een kutspel. Dit is echt... Oh, ik krijg hier gewoon een fucking woede aanval van, man. The fuck? Oké. Ik ga het niet vertellen. Ik wou net zeggen. Oké, nu ken ik het, hè. Ik zweer het je. Nu ken ik het. Ja, jullie wisten het nog. Maar, nu is de vraag. Hoe haal ik dat? Oh, nooit, man. Fucking hell. Hoeveel traps zitten er in dit... Oh, niet normaal. Ik zweer het je. Dit is echt gewoon... Dit is gewoon een spel. Mensen met woedeproblemen, die moeten dit denk ik niet spelen. Want ik denk echt dat die hun computer kapot slaan. Ik word gewoon chagrijnig van, man. Boze hoor. Mannetjes. Oké, nu ga ik me dus afvragen. Waar komt dat ding? Ja, kan je dat... Hoe de fuck moet je dat ding dan ontwijken? Want als je er niet op kan staan en je kan niet bukken... Wacht, misschien weet ik het al. Ik denk dat je gewoon moet blijven staan. Oké, daar gaat hij. Oké, nu gaat hij zo. Oké, ja. Twee mannetjes met een lelijke kutkoppen. Daar heb je een boze wolk. Nee! Oh! Ik ben gewoon zo Mario. Gewoon dat je gewoon voep naar het level heen gaat. Weet je wel, ik sta al min 14. Ik ben echt slecht in het spel, man. Of... Ik ben gewoon zo goed dat het... Nee, dat is gewoon heel overdreven. Nee, dit is echt een fucking klootspel. Boze wolk. Oh, fucking man, wat is dit? Wat een kutspel was dit, man. Wat een kutspel. Fucking man. Oké, nu kan ik. Waar dan? Daar. Oké. Oké dan. Ja, maar ik snap niet hoe je dat moet ontwijken. Serieus, hoe moet je dat ontwijken dan? Dat is toch gewoon... Dat kan niet, want... Nee, even serieus, man. Ik heb echt de neiging om gewoon een tutorial te gaan opzoeken op YouTube. Voor mensen die dat... En ik ben mezelf weer aan het... Fucking kutspel, man. What the fuck, man? Je krijgt die woede aanval van, man. Ik zweer het je. Als iemand dit met agressieproblemen speelt, die slaat zijn hele kamer kapot. Dat weet ik gewoon zeker. Cat Mario. What the fuck, een leuk spel, man. What the... Rustig, joh. Psychische problemen van Cat Mario. Oké, nu ga ik hem even halen. Ook al haal ik maar één level, dan voel ik me al trots. Want dan weet ik gewoon dat ik die fucking kat te slim af ben. Dan weet ik gewoon dat ik de baas ben. En niet die fucking kleine, ronde, lelijke, dikke dingen. Wat ik dat moet voorstellen. Misschien als ik gewoon ga springen? Hoe moet je dat doen? Even serieus nu, hoe moet je dat doen? FC, dat kan niet, jongen. Dat kan niet, dat kan gewoon niet. Fuck man, ik wil dit level halen. Ik wil dit level halen, ik zweer het je. Dit ga ik ook min 20. Ik heb jullie nu al gewoon 20 keer laten zien hoe slecht ik ben in dit spel. Oké, kom op. Dit stukje is gewoon fucking makkelijk. En dit ook. En dan dit, dat gaat ook nog wel. Soms ga ik daar ook nog eens dood. Maar dat is niet dat je zegt van wow, dat is moeilijk. Maar dan komt dat later stukje. Misschien, als ik nou gewoon zo ga. Ja, yes! Gehaald! Wat? Nooit! Moet je precies op de...
Oh man. Nog een keertje. Ik krijg echt geen agressieproblemen. Oké, maar nu weet ik wel hoe die moet. Dus dat is wel het voordeel. Als ik dit level haal, sluit ik het af. Als ik het ooit haal. Maakt net hoe lang het duurt. Ook al duurt het een uur lang. Want ik ga nu al verwarren. Ook al duurt het fucking uur lang voordat ik het heb gehaald. Dan sluit ik deze video pas af. Pas als ik het helemaal heb gehaald. Pas als ik het echt voel me tof. Oké. Oh man. Hij lukte net eindelijk en toen was ik weer zo dom om overheen te springen. Terwijl ik dacht van oké, nou dan spring ik er overheen. Dan kan het sowieso. Ik bedoel, krijg je misschien wel meer punten. Want hoe moeilijk is het wel niet om er overheen te springen? Nou, zo moeilijk dat je er geen punten voor krijgt blijkbaar. Hé, die wolk, daar heb ik nog geen enkele foutje bij gemaakt. Ik ben serieus. What the fuck man, ik zeg die wolk, daar heb ik nog geen enkele foutje bij gemaakt. Oké, nog een keer. Nog een keer. Niks in handje op. Gewoon nog een keer. Niet boos worden, goh. Gewoon ervoor blijven gaan. Kan dit. Dit is gewoon de baas. Dit is de shit. Zo. Je springt op een van die hoofden. What the fuck, man? Ik spring. Elzina, je bent mijn habiba. Ewayo, Zina. Jij bent mijn habiba. Ewayo, Zina. Jij bent mijn... Wat? Wacht even. Oh ja. Ik wist gewoon, serieus, ik wist gewoon niet meer waar ik was. Oké, ik voel me nu zo slecht. Ik voel me echt gewoon de slechtste gamer op YouTube ever. Tenminste van dit spel. Want andere games die kan ik wel, maar dit spel... Het zou me niks verbazen als ik dit spel nu gewoon een half uur speel, maar ik dan gewoon geen één keer heb gewonnen. Dan ga ik echt gewoon trippen. Ik ga vannacht enge droom krijgen over Cat Mario. Hé, hier zat hij toch? Ik wou net zeggen. Oké, nu ga ik hem halen. Ik voel het. Ik voel het nu al 20 minuten lang, maar nu voel ik het echt. Oké, jullie ben ik te slim af en nee, ik wacht dat jullie er bijna overheen zijn, want daar ging het net ook fout. Oké, nu... Begin ik met springen bij hier. Oh, lukt het. Fuck man, ik ben echt zo bang voor dat ding. Waar komt hij uit? Uit dat bolletje? What the fuck? Oh, ik snap het echt. Oh. Ik wil niet meer. Ik ben geobsedeerd. Ik ben fucking verslaafd aan dit spel. Op de verkeerde manier. Want ik vind het spel helemaal niet leuk. Maar toch wil ik door blijven gaan. Omdat ik... Oh, godverdomme. Kutdering. Oh, ik krijg echt zulke fucking neigingen van dit, jongen. Fuck, mijn handen beginnen gewoon te jeuken, man. Fuck, spring dan tegen de blok aan. Flikken. Misschien was ik heel blij, misschien lukt het dan. Ja? Waarom lukt dat niet? Ik heb nog eens het eerste level gehaald, man. Ik zweer, dat moet gewoon. Ik moet het eerste level halen. Ik ga hier gewoon echt mee door. Totdat ik het eerste level... Wacht eens even. Serieus. Je kunt er gewoon overheen springen. Dat is het misschien wel. Er overheen springen. YOLO! Ik heb dit bij één YouTube gezien, dit spel. En ik zweer het je. Die is fucking 1000 maal beter als mij. Oh, hoe lang zou ik al opnemen? Ik zweer het, ik heb echt een... Ik denk dat ik al een uur opneem. Dat ik gewoon nog steeds het eerste level niet heb gehaald. Ik ben het slechtste Cat Mario ever. Oké, joh. Spring er in één keer overheen. Yes. Oh. Oh. Gelukkig zijn er van die checkpoints. Want als ik die niet had, nou, dan wist ik het wel. Dat was ik nu al langer. De kleur is weg. Hier ook.
Kom op, Job. Je kan het. Het vreselijkste spel van de wereld kan je verslaan. Zonder dat je een aanval krijgt. Woele Bila krijgt een aanval. Oké, Job. Gewoon de hoofdlijn spinnen, dat kan je wel. Yes! Oh, ik heb het gehaald. Huh? Wat? Maar hoe moet je... Ik had een... Je moest toch... Hé, maar... Ik had hem gehaald. Ik sprong duidelijk op dat ding, want wat was er nou verkeerd dan? Nog een keertje. Kijk, ik deed dit. Ik ging hier overheen. Toen dacht ik van nee, ze zaten ze. Oké, nu heb ik hem toch gehaald? Hoe hou je dat fucking ding dan tegen? Hoe moet je hem dan halen? Oh! Nu snap ik het. Er overheen springen natuurlijk. Je moet er gewoon fucking overheen springen. Dat is het, hè? Dat is het, ja. Dat is het gewoon. Dat is het. Dat had ik gewoon al vanaf het begin af aan kunnen bedenken. Maar dat is het. Ik heb het gehaald. Ik heb het gehaald. Woehoe! Ik heb het gehaald. Ik heb het gehaald. Ik heb het gehaald. Ik heb het gehaald en nu kunnen we naar het tweede level, maar ik neem al 16 minuten pas. Oh, dan gaan we gewoon lekker het tweede level doen, fuck it. Ik ben gewoon de slechtste speler ever. En je krijgt woede aanval van dit spel. Oké, daar gaan we. Oké, hier zit nog geen... What the fuck? Wat gebeurde er nou? Ging ik nou dood omdat ik die buizen ging die gewoon echt... Tuurlijk joh, moet ik zeker... Fuck man. Nee man, deze die is nog veel erger dan het einde van level 1. Die was erg hoor. Oh ja, het gaat eeuwig door, ja. Oh man, hoe haal je dit dan? Even serieus. Wacht, ik weet het al. Ik weet het. Woela Bila. Kijk, je gaat hier naartoe. Hier zo. Dan spring je. Maar je springt precies op het kantje. Wat? Oh. Alsjeblieft, jongen. Wacht. Nee, ik snap hem. Ja, dat is niet erg. Want. Wacht. Oh. Ja, maar. Hoe de fuck wil je dat spel dan halen? Zo fucking slecht. Misschien, als ik nou... Oh, die zag je niet aankomen, hè? Gekke shit. Zo gaat het dus. Zo doen wij het. Oeh. I want to die. Ik krijg woede aanvallen, man. Het is wel woede aanvallen, man. Die hadden jullie niet verwacht, hè? Nee. Hier zitten heel veel traps. Ik kan het nu al vertellen. Du-du-du-du-du. Checkpoint, bijna! Oh man, serieus, ik was gewoon bijna zonder dat ik dood ging. Hoe knap is dat in Cat Mario? Dat is gewoon ziek. Ik was hier, toen was ik stoer, want ik ging zo, maar toen zat hier een blokje. What the fuck? Nooit jongen, nooit. What the fuck man? Ik vind het spel echt... Oh, hoe leuk is het voor jullie om hier naar te kijken? Jullie liggen nu dubbel en ik krijg hier een half woede aanval. Niet leuk. Niet leuk. Oh, hoe lang neem ik eigenlijk al op? Ik neem gewoon... Ik zit gewoon op 20 minuten op te nemen en het is gewoon telkens hetzelfde. Woede pila. Nee, wat? Ik ben hier gewoon de fucking trap. Ik zweer het je. 48 keer al mislukt. 48 keer ben ik al gewoon fucking... Oké, Job, je kan dit. Goed zo. Fuck. Hoeveel keer mag je wel... Hé, wacht! Wacht eens even! Wacht eens even. Zagen jullie wat daar gebeurde? Let op, hè.
Nee, je komt daar misschien wel bovenop. Daar. Ik denk echt dat het kan. Jawel, want ik ging er net echt bijna. Ging ik bovenop. Zagen jullie dat? Oké, Job, je kan dit. Hier is zo'n mannetje. En hier is zo'n blokje. Maar wat gebeurde er met dat blokje? Dat gebeurde er. Nooit! Kom op, jongen. Ik dacht... Oh, man. What the fuck, man. Maar nu lukt het. Nu lukt het me. Maar nu... Nu weet ik alles ook. Ze hebben dit spel echt zo fucked up gemaakt, jongen. Ik meen het. Serieus. Het is gewoon echt niet normaal. Je zit al 20 minuten te spelen. Het is echt echt spel dat ik in mijn hele fucking leven speel. Oh ja, tuurlijk, joh. Tuurlijk. Waarom niet, hé? Leuk. Oh, oké, okay, Job. Je kan niet. Je kan niet, Job. Ik voel het. Ik voel het. Ik voel het, Job. Ja, dat was gewoon te verwachten. Die zag ik gewoon met beide ogen aankomen. Want dat was gewoon echt iets wat gewoon wel moest. Als dat het niet was, dan was het geen Cap Mario geweest. Oké. Okay. Ja, fik erop, joh. Hoeveel blokjes zitten er? Ze moeten eigenlijk een mod voor je hebben of een cheat, waardoor je al die blokjes al kan zien voordat ze komen. Dan is het spel niet meer leuk, joh. Nou, misschien voor jou niet, maar voor mij wel. Ik wil dit level halen. Maar ik haal hem toch niet in 10 minuten, want ik was met het eerste level al 30 minuten zo bezig. Nou ja, 20 maar. Oh, wat? Hoe heb ik dat dan vorige keer gedaan? Toen lukte het wel. Want ik weet het al. Ik ging zo. Toen deed ik zo. Nee, ja, ook. Heb ik ook een paar keer gedaan, maar niet wat ik wou laten zien. Overnieuw. Wat er dus gebeurde, is ik deed zo. Toen ging ik zo. Toen... Fucking hell. Dit is fucking irritant gewoon. Fucking irritant. Nog een keer. Wat ik dus deed. Dus ik ging zo. Dan ging ik zo. En toen? Yes! Kijk, mijn motivatie raakt weg, jongen. Ik zweer het je. Nu ik zie dat ik 63 keer ben afgegaan, dan weet ik gewoon dat ik echt de slechtste in het spel ben ever. Wacht. Oh! Oh. Komt nu die pedo weer? Nee, hoe wil je dat doen dan? Wacht. Ik denk dat ik een ideetje heb. Dit weet ik. Nu kan het. Nu kan ik het. Ik weet hoe ik de checkpoint kan halen. Bij de checkpoint stoppen we. Ik zweer het je. Ik ben gewoon fucking verslaafd. Verslaafd, woedend. Wat een kutspel. Oh, waarom moet ik nou altijd zo snel doorheen willen racen? Joh, dat kan niet met dit spel. Weet dat nou eens gewoon. Dat kan niet met dit. Dit is gewoon een erg vreselijk klootspel. Maar het kan. Je moet leren dat je gewoon... Oké, dan. Goed. Nu kan het. Wacht maar, ik weet het. Je moet er gewoon in één keer overheen springen. Dat is het. Je moet er gewoon in één keer overheen springen zonder dat je bij je buis komt. Hoe moeilijk dat ook is, dat is het enige wat kan. Oké, dus dat is het. Dus ik moet hier naartoe. Ik spring op deze. Dan op deze. Dan op één van deze. Dan kom ik hier. Pak ik dat blokje. Die maak ik kapot. En nu moet ik proberen om in één fucking keer over die buis te gaan. En nu zit hier een trap. Oh, ik heb de checkpoint gehad. Nu gaan we heel... Hier gaat iets... Wat zei ik je? Wat zei ik je? Ik zei het je.
Ik heb het je gezegd. Maar, ik zou zeggen, ik zweer. Boela. Oh, ja. Ja, ha, nooit. Met andere woorden, je moet er gewoon fucking hard doorheen rennen, want dit kan niet. Hier komt wat uit. Hé, een ster. Serieus, ja, ik weet dat gewoon iedereen in het spel speelt dacht dat als je die strip had, dat je dan even onsterfelijk was. Net zoals bij de echte Mario games. Ik weet gewoon dat de helft van de mensen dat dacht. Die kan ik wel... Oh! Oh, flikker op, jongen. Fucking hell, dit is... Nee, man. Fuck dit spel, man. Fuck dit spel. Ja, en dat dan? Wat doet die dan? Die kun je zeker niet op zijn hoofd springen, want die heeft punten. Wedden? Want dan doe ik zo. Probeer ik er langs. Oké, okay, nu gebeurt er wat ik niet wil. Of een van die blokken bij de grond gaan weg. Wat zijn dat? Ja, dat is zeker het... Kutspel. Oké, okay, we gaan nog tot de 75. Nog twee keer. Omdat het een mooi getal is. Meestal ook wat ik voor mijn toets haal. Dus bij deze. Bij deze. Bij deze. Kom maar, kom maar, kom maar. Kut. Hello. Wat gebeurde er hier? Oh ja, die mag ik dus niet pakken. Oh. Oh, er komt er maar eentje nu. Die dingen kun je niet aanraken, ik zweer het je. Oh, hier. Yeah. Fuck, oh, ik wil het zo graag halen, mensen. Nog één leven, joh. Wacht even, mensen. Deze telt even niet. Nee, ik let er niet op. Nu lijkt net een klein kind voor u. Nee, dit is 75, dus ik mag nog één keer. Ik moet stoppen. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze woede aanvallende game. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik zie jezelf nu daarin niet. Bedankt voor het kijken naar 30 minuten van mislukkeling van mezelf. En ik zie jullie de volgende keer. Kutspel!